klaar voor? Ja. Ja, ik vind hem echt... Ik heb hem hier wat kleiner gemaakt, omdat ik denk dat dat mooier is in het vlak. Dus het gaat eigenlijk helemaal niet over het hele verhaal, maar puur technisch van waar past het dan en hoe groot moet het dan zijn en weet je, zo. Even één groot stuk hebben. Goed. Dat het overheen past. Ja. Ja, aan de ene kant dacht ik, oh ja, ik wil het eigenlijk helemaal nog niet zien. Want ik wil nog meer verrast worden, zeg maar. Maar toen dacht ik, gisteren zat ik ook wel, als ik wel op Facebook, weer gisteren op Facebook gezet. En toen dacht ik, ja, volgens mij laten we maar een heel klein stukje zien. Dus dit is sturend voor de rest van het schilderij, zo'n eerste laagje. Dat is heel spannend. Maar ik heb wel het gevoel, zeg maar, dat ze... Misschien ben ik er ook wel een beetje bang voor dat ze mij wel gaat raken, zeg maar, met wat ze gemaakt hebben. Dat is ook wel, denk ik, ook wel het doel. Ja. Er waren zoveel ideeën, echt zoveel ideeën, dat ik op een gegeven moment daar gek van werd. Dan ga ik dit doen, dan ga ik dat doen. En... Iets wat we in de opleiding proberen altijd aan te leren, als jij fysiek heel sterk bent, van de groep van 10 ben jij de allersterkste, dan gebruik je jouw fysieke kracht niet om te laten zien dat jij de sterkste bent, maar dan gebruik je je fysieke kracht om anderen te helpen. En dat is heel belangrijk. Ja, en wat ik in eerste instantie, wat mij het meeste raakte, was die menselijkheid in dat hele verhaal, hè? Dat hij die man gaat helpen. Maar ik dacht van ja, die man die gevangen is genomen, die zijn voeten kapot loopt en die wordt ter plekke eigenlijk midden in die woestijn wordt die verbonden. Wordt hij geholpen om beter verder te kunnen lopen. Het is eigenlijk heel symbolisch. Ja. Als deze mannen hier zo vragen van willen jullie morgen naar Afghanistan, dan zouden ze zeggen ja. Ook al is het niet altijd prettig en is het niet altijd leuk, dat is wel het ding wat je... Ja. Ik denk dat je wel een bepaald soort mind moet hebben om te kunnen doen wat hij doet. Dit krijg ik nooit als ik ga schilderen, zo... Zo grof. Ik kan alleen maar met gooien. Ja, de manier waarop hij heel snel besloot om die speciale tournee te gaan doen, om die meneer gevangen te nemen. Dat was de manier waarop dat ging. Ook hoe hij dat uitlegt, hoe ze in een soort door dat gebiedje. Dat bedenkt hij op dat moment. Dat is misschien wel een bestaande oefening of zo, geen idee. Dat zou niet hier in de lesboekje staan, zeg maar, dat we als bewegend als slangen door dat terrein gaan bewegen. Maar op dat moment vonden wij het nodig om bij de vijand, bij de opposing forces, verwarring te keren. Waar gaan ze nou eigenlijk heen? Want het gebied was best wel voorspelbaar. Als je naar links of naar het westen gaat, dan kom je uiteindelijk daaruit. Ga je naar het oosten, kom je daaruit. Nou, als je op die manier door het terrein gaat bewegen, dan krijg je wat onvoorspelbaarheid in jouw beweging, zodat ze je niet kunnen vastpinnen op een bepaalde route, waardoor ze weer waar ze ID zou kunnen leggen en ons daardoor weer kunnen aangrijpen. Ja, dat soort creativiteit, dat zoek je dan wel. Maar het gebeurt wel op dat moment. En het lukt ook. En ook de manier waarop hij heel snel schakelt van... er is een ontploffing, hij hoort dat ook. Hij was aan het sporten. Zo'n of zo. En dan weet je, je hoort regelmatig knallen daar zo. Maar deze knal die voelde anders dan andere knallen. En ik was niet eens bewust hoor, ik weet wel dat er een patrouille uit is, maar niet
dat het niet dat het zoiets belangrijks was dat we in de wachtpost moesten zijn of in de commandopost om daar aanwezig te zijn omdat die patrouille eruit ging, omdat het gewoon echt niet een routine was. Nou ja, op het moment dat die knal, ik denk, ja, ik had gewoon het gevoel dat dit klopt niet. Op dat moment was al een hoop rumoer en je moet zeggen dat was echt 2 of 3 minuten, misschien 30 seconden of een minuut later dat ik daar binnenkom. Maar op dat moment is al doorgegeven door de eenheid dat er een explosie is geweest bij de eenheid die aan de voorraad is. Ja, en sommige dingen gaan dan een beetje in een blur, maar het eerste volgende moment wat ik me herinner is dat er een nineliner binnenkomt. En een nineliner is een medisch bericht van de eenheid dat er gewonden zijn gevallen. En nineliner staat gewoon voor 9 lijn met informatie, dus locatie, tijd, verwondingen, registratie van de slachtoffer, dat soort dingen. Maar die nineliner komt binnen en iedereen, ja, dat is wel iets. Oké, maar dan kan je niet met z'n allen, oh, wat is er nu gebeurd? Dat kan niet, je moet door. Nou, wat blijkt uit al de brei van de informatie is dat dus dat voertuig op een IED is gereden. Je hebt verschillende soorten IED's. Dit waren een antipersoneelsmijntje, ongeveer zo groot. En daar in de berm lag een 25 liter jerrycan met homemade explosive. Wat zat daarin? Wat pas geleden bij Beirut is gebeurd, dat spul. Maar dan 25 kilo van, okay. Dus niet zoveel, maar je ziet al wat voor klap dat zat daarin. En er loopt dan een draadje en dan hier is het een heel klein puntje. En dat, ja, zo'n rupsband heeft natuurlijk uitstulpingen en het is precies, nou, echt zo'n klein dingetje. Het was eigenlijk voor een persoon bedoeld, maar hij is daar opgekomen. Die 25 kilo homemade explosive afgegaan. En omdat het een platte voertuig is, plat aan de onderkant, is de hele blast, heeft het voertuig omhoog geblazen en zo. Zo zijn die jongens eruit. Dus de mensen die daar zitten, die denken we worden onder vuur genomen. Nou, wat bleek achteraf is dat de munitie die in die Viking zat, in dat voertuig, aan het ontploffen is door de hitte en de brand. En dat er mensen, dat er in ieder geval 1 dood is gevallen en 2 mensen zwaar gewond zijn geraakt. Inmiddels zijn de slachtoffers zijn eruit gehaald, ze zijn in de helikopter afgevoerd. Het blijkt dat 2 mensen zijn overleden. Eentje was op slag dood, ander is in de helikopter overleden. Mark Harders en Jeroen Houweling. Op een gegeven moment, kapitein moet even naar de ops komen. We hebben inlichtingen dat in een Kwala, dus in zijn compound, Mullah Jalil zit. En dat is de man die de IED heeft gemaakt. Want die zegt dat hij hem ook heeft gelijk, maar dat is de IED facilitator, zoals ze noemen. Dus opdracht, jullie gaan hem pakken. Dus we maken een plan, maar mijn kompietscommandant is nog steeds niet. Maar mijn plan was, zeg maar, met alle mensen die ik had, behalve die landmachtenheid, die zou dan de kamp bewaken, zouden we over 3 assen, zeg maar, als een soort slang door die vallei bewegen richting, dus door deze vallei, want die compound legt ergens hier achter bij de rivier. Waarom als een slang? Zodat ze ons niet kunnen voorspellen waar we heen gaan. En uiteindelijk zouden we dan, zeg maar, een soort, ja, converge rond die compound. Ik had de Afghaanse eenheid bij, dat is perfect, want Afghanen konden dan doorheen naar binnen en die compound binnenbreken en die vent oppakken. Door iedereen, dat iedereen zo scherp is en zo gedreven is, komen we er uiteindelijk uit. En dan is dit Mullah Jalil. Dus uiteindelijk krijgen we hem te pakken. En we brengen hem terug en ik weet nog heel goed, hij liep op slippers. Hij liep niet eens bloed de voeten, maar hij liep op slippers. We waren zo, ja, niet dat we mishandeld hebben, absoluut niet natuurlijk, maar wij lopen best wel snel als mariniers en Afghanen die wandelen altijd een beetje. Dus ik weet nog dat hij zijn voet helemaal kapot had en bloedend. En halverwege zijn we nog gestopt, hebben we zijn voet verbonden en toen zijn we verder gegaan. Ja, dat is wel, althans ik zei, hij bloedt, stoppen, voet verbinden, we gaan dan weer verder. Terwijl sommigen, ja, hij heeft net 2 mensen, maar toch, onderweg even, of toen we aankwamen mocht hij ook nog bidden. Richting, omdat het die tijd was. Nou ja, dat is een beetje het einde van het verhaal natuurlijk. De uitzending gaat nog door. Het is niet het einde van zijn verhaal. Hij wordt overgedragen aan de Afghaanse inlichtingendienst. 3 dagen later wordt hij vrijgelaten. En zit hij gewoon keurig weer in zijn huisje. Dat is bizar. 2 weken later komen Australische Special Forces bij ons op de compound. En ik ga dan met een van de luitenanten praten. En ik zeg, hey, weet je waar jij eens moet kijken? In dat huisje. Dus hun zijn erheen gevlogen. Ja. En uiteindelijk heeft het niet overleefd, laat ik het zo zeggen. Het allerergste vind ik dat iemand iets doet en die ander doet iets terug. En dan moet die andere weer iets terug doen en dan doet die weer iets terug. En volgens mij zijn we allemaal vergeten waar het feitelijk om ging voordat dat ontstond.
En dat wordt maar op gang gebracht en op gang gehouden. En dat is natuurlijk een hele lucratieve industrie. Die hele oorlog, business. Maar dat, ja, de vijand moet verslaan worden. Dat kan ik mij niet in vinden. Dat zou ik me nooit in kunnen vinden. Ze heeft natuurlijk, ze heeft haar eigen visie op de wereld. En dat maakt ze kenbaar, maar ik heb niet de indruk dat ze iemand is die dat op andere mensen oplegt, zeg maar. Zo moet je ook naar de wereld kijken. En dat vind ik dan ook leiderschap. Dus kan ook, dat zag ik ook in ons gesprek, dat zij een bepaalde visie op de wereld heeft. Ik heb misschien zit wel heel groot overlap tussen onze visie op de wereld. Maar zij luistert dan naar mij en denkt, oh ja, dat is jouw visie en dat is mooi. En daar kunnen we dan samen iets moois van maken. Ik heb ook de vreselijkste ideeën gehad over schilderijen, ontploffingen en ellende. En rondvliegende onderdelen. Maar dat ga ik niet schilderen. En ik moet ook heel erg in gedachten houden dat het een vredesmissie was. Weet je, dat zij daar niet heen gingen om de vijand te verslaan, maar om een soort van iedereen een beetje te beschermen. Ja, prachtig. Prachtig, oké. Okay. Ja. Het is het eerste woord wat weer me opkomt. Ja, mooi, oké. Okay. Ja, ik zie allerlei dingen. Maar wat ik vooral het mooiste vind is de groep mensen, zeg maar, ja. Die met z'n allen bij elkaar staan. En iedereen kijkt ergens anders naar, maar ze staan allemaal met hun ruggen naar elkaar toe en hoe zeg je dat? Zorgen voor elkaar, maar ook voor hem. Oké. Okay, ja. Ik had ergens in mijn hoofd dat zo zou horen, dat het een soort bescherming moest zijn. Dat is ook tactisch, klopt dat helemaal? Ja, oh. Ja. Oké. Okay. Maar ook dat je dat beeld, zeg maar, van... wat ik vertelde van zijn voet en gewond. Echt heel mooi. Echt heel mooi. En ook hele simpele dingen als zo'n pakvorm. Hoe ziet in die figuren dan? Hoe zit dat in dat pak? Ja. En dat het voor een bos anders is als voor een woestijn. Nou, op zich heel logisch natuurlijk. Maar je dan op zo'n ding stuit waarin staat... Ja, er worden nu nieuwe pakken gemaakt die overal... Weet je wat, dat soort hele... Ze lijken al een beetje op de nieuwe pakken, vind ik wel. Ja. Dat is expres. Dat heb ik expres ook gedaan. Zo van, oké, dat vind ik wel leuk. Nu ik dit weet, om dat ook te gebruiken. Of dat ik jou een appje stuur van... waarom zitten die gewichten in dezelfde kant op? The Army is a Human Heart, is uiteindelijk de titel geworden. Mooi. Ja. Mede ook door die scène natuurlijk die ik eruit koos. Het kwam nog het dichtst bij mijn beleving van zo'n heftig verhaal. Dat is gewoon de menselijkheid die je dan misschien niet zou verwachten. Ja. En ook in al die jongens die daar staan. Ze stonden eerst allemaal heel stoer en dat vond ik niet goed. Dus ik heb ze wat meer kwetsbaar gemaakt. Eigenlijk gewoon jongens. Ja. Jonge jongens die daar met al hun dromen onder hun helm ook bestaan. En dat wist ik niet. En Jeroen en Mark, hoe heb je die dan? Die staan hier. Ja, die heb ik iets anders gemaakt. Die zijn doorzichtig eigenlijk. En die zijn anders dan de rest. Omdat ze er niet meer zijn. Ja. En die heb ik wit gelaten. Dus die heb ik niet gekleurd met de kleuren die ik op al die andere uniformen wel gebruikt heb. Dus die zijn net iets anders, maar ze zijn er wel of zo. Ja, ja.